Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vaag wolkenvelden boven de Noordzee en ook boven het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten is minder bewolking aanwezig. En daar zien we vandaag dan ook de zon het langst schijnen. Vooral vanochtend zijn er flinke zonnige perioden in het zuidoosten en oosten. Terwijl vanaf de Noordzee in wolkenvelden het land binnendrijven. Vanmiddag vormen zich wat stapelwolken in het oosten en zuidoosten, maar de zon blijft van de partij. De hele kleine kans dat er een bui valt. De meeste plaatsen blijft het droog. In de zon wordt het zo'n 21 graden. Aan zee 17 tot 19 graden. Ook vanavond nog aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee. In het binnenland dus de opklaringen en daar nog enige tijd de zon. Morgen wordt het ander weer. Dan trekt er een zwakke storing van noord naar zuid. En die storing levert uiteraard veel bewolking op. En hier en daar ook een spatje regen of motregen. De zon kan af en toe doorbreken. Vroeg in de ochtend in het zuiden, later op de dag weer in het noorden. Dinsdag, woensdag en donderdag hebben we ongeveer hetzelfde weertype. Zonnige perioden, maar ook af en toe wolkenvelden. Temperaturen liggen rond de normale waarde voor deze tijd van het jaar: 18 tot 21 graden. Bij meestal een wind uit Noordwest tot Noordoost. Ik wens u een fijne vaderdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.